Ik kom vooral naar hier om nieuwe boeken te leren kennen. Dit is een boek van Milo, omdat ik zelf ook Milo lees. En ik heb de eerste daarvan al gelezen, dus daarom lees ik de tweede. Ik vind lezen superleuk, want je kunt zo, als je begint te lezen, dan kom je zo helemaal in een andere wereld terecht. En dan kan je daar, ja, dat is zo helemaal fantasie. Pinocchio, je zou toch eens op school moeten geraken, hè? Ik hou wel van boeken lezen, maar ook wel van boeken luisteren. Het favoriete luisterverhaal was hier Pinocchio, dat ik nu net aan het luisteren was. Als ik de hoofdtelefoon aandoe, dan wordt het spannend en word ik direct meegezogen in het verhaal. Ik kom hier elke dag van de week. Ik vind het hier heel, heel leuk. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en dat lukt ook. Deze is van Mark Vertongen. Hier ben ik heel trots op. Die vind ik weet niet hoe leuk. Van Timon Verbeek, daar heb ik wel een uur voor in de wachtrij mogen staan, maar het was wel de moeite waard. Dan heb ik ook van Vera van Renterhem een mogen krijgen. Dat is nu wel een goede vriendin geworden van mij. Ik doe er vaak een babbeltje mee. Ik heb dan ook van Geronimo Stilton. Ik ben een grote Geronimo Stilton fan, omdat het spannende verhalen zijn en omdat hij veel grappige dingen doet. Hey, nog een high five en heel veel liefde. Kei tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal, dus liken en abonneren maar.